Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Echt, als deze video niet het vaakst gevraagd is of ik dit wilde filmen, dan weet ik het ook niet meer. Het is zo vaak gevraagd hoe ik mijn make-up elke dag doe. Dus dat is dan ook wat ik voor jullie heb gefilmd. Ben jij benieuwd hoe ik mijn make-up elke dag doe, hoe ik dit maak, wat ik gebruik? Blijf dan zeker even kijken en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben Floor en we gaan gewoon snel beginnen met de video. Even een disclaimer, ik ben geen make-up artist. Ik doe dit maar een beetje zoals ik denk dat dit moet. Hoe het bij mij werkt, dat doe ik gewoon. En ik hoop dat het dan ook voor jou werkt. Ik heb geen idee, dus dat wou ik even gezegd hebben. Dus nou gaan we echt beginnen met de video. Goed, laten we beginnen met mijn make-up. Ik heb mijn haar niet gedaan en dat ga ik ook niet doen, want het is geen Get Ready With Me. Ik ga echt laten zien hoe ik mijn make-up doe. Ik heb er zoveel vragen over gekregen, dus als eerste neem ik altijd mijn haar even gewoon naar achter. Dus niet heel charmant, maar wel super chill. Ik heb hier alles voor me liggen, dus we gaan gewoon gelijk beginnen. Ik begin altijd met een dagcreme en dat raad ik je wel echt aan. Ik heb zelf een gevoelige tot droge huid. En als ik dan vettige producten gebruik, dan krijg ik heel snel last van puistjes. Dus het is altijd een beetje het gevechtje van, nou, wat is fijn voor mij? En deze vind ik zelf heel erg fijn. Zoals je ziet, met liefde gebruikt. Hij is al bijna op. De L'Oreal Triple Active, volgens mij. Ja. En er zit ook SPF in. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn met dit weer. Nou ja, nu toevallig niet, maar normaal gesproken wel. Nou ja, zo ziet de binnenkant eruit. Gewoon een witte crème. En ik gebruik hem dus heel erg veel. Dus ik maak hem ook gewoon lekker op. En dan heb ik nog een backup liggen. Ik heb trouwens hiernaast een spiegeltje, dus dan weten jullie waarom ik daarheen kijk. Nou, als ik de dagcreme heb gedaan, gebruik ik altijd een serum. En in de ochtend gebruik ik deze van Glam Glow, de Super Serum. Die vind ik zelf wel echt super chill. En in de nacht gebruik ik weer andere producten. Maar in de ochtend gebruik ik dit. En dan spuit ik twee pompjes op. Het is een beetje paars. En dat wrijf en dep ik eigenlijk een beetje in mijn huid. Het is nu een beetje gaan lekken. Ja, ik vind de serum altijd wel heel erg fijn, want het geeft mij gewoon best wel een beetje een glow ook. Bij zo'n droge huid. Dus ja, echt top. En hij is ook niet te vettig. Trouwens, voor de vraag ga ik krijgen, dit shirtje is van The Only en die heb ik besteld op ASOS. Ik zal even hierboven linken naar de video, want het was een shoplog. Nou, de crèmetjes zitten erop en dan ga ik verder met lippenbalsem. Daarvoor gebruik ik deze Carmex lippenbalsem. Hij prikt ook een beetje als je hem opdoet, maar dat vind ik juist wel heel erg fijn. Want dan weet je in ieder geval dat hij zijn werking doet. Ik heb ook altijd mega droge lippen. Daar heb ik echt heel erg veel last van. En dit is eigenlijk bijna de enige, ja, die wel goed bij mij helpt. Dan is het tijd voor de foundation. En ik gebruik echt niet elke dag foundation, maar als ik me gewoon even wil glammen of gewoon wegga of zo, dan vind ik het wel gewoon chill om foundation op te doen. Ik gebruik daarvoor deze spons van Real Techniques om hem aan te brengen. Sorry, ik heb hem niet schoongemaakt. Ik heb hem ook al nat gemaakt, want dat doe ik altijd. Dus hij is al nat. En ik gebruik altijd echt al, ik heb al een paar potjes eigenlijk of pompjes opgemaakt. Deze Kiko Skin Tone Foundation. En er zit ook SPF 15 in. Welke kleur heb ik hem volgens mij? Oh ja, hier. Dit is hem. En die vind ik echt super chill. Ik heb in de kleur Warm Beige 10. Kun je hier wel zien. Maar goed, dat is voor mij echt heel erg licht. Want ik heb hem gisteren zelf gebruikt. Dus daarbij gebruik ik ook nog een pompje van deze John Van G Make-up Foundation. De Natural Matte Foundation. En die vind ik echt heel erg chill. Maar die is wel heel erg donker. Dus ik pomp gewoon wat hiervan en hiervan door elkaar. En dat breng ik aan. Want ik denk dat dat nu met een gezelf bruine huid perfect is. Een mini pomp van die. Ja, en dit dep ik gewoon over mijn gezicht uit. Nou, de foundation zit er dan op. En dan ga ik gewoon verder met de concealer. En ik gebruik deze van Catrice, de 010 Porcelain. Ik heb liever dat een concealer te licht is dan te donker. Dus deze. En je zou vast afvragen, Floor, waarom gebruik je geen primer? Ja, ik gebruik eigenlijk alleen primer als ik uitga of zo. En voor gewoon overdag of gewoon alledaags, dan gebruik ik gewoon mijn serum. En die is al plakkerig genoeg. Dus dat vind ik een beetje overdreven om dan ook nog een primer te doen. Nou, ik breng dit eigenlijk gewoon aan op pukkeltjes en onder mijn ogen. Hij is bijna op, dus ik ga weer een nieuwe kopen. Ik heb deze al zo vaak gehad. Echt zo vaak opgemaakt ook. Nou, en dit dep ik gewoon weer uit. En onder mijn oog blend ik het ook uit. Maar ook hier zo boven mijn oog. Want dat is dan de perfecte basis zo voor de oogschaduw.
Zo, en dan zit de basis er alweer op. Dan is het tijd om naar de poeder te gaan. Ik heb al heel veel soorten poeders geprobeerd, maar dit blijft mijn favoriet en hij is ook lekker goedkoop. Deze Essence All About Matte. En die is dus wit, de Fixing Compact Powder. Ja, en die vind ik gewoon super chill. Voor onder mijn ogen gebruik ik deze kwast van Real Techniques. En dat blend ik dan zo een beetje, of dat dep ik er eigenlijk zo een beetje onder. En ik vind een kleine kwast daarvoor wel heel erg chill, omdat het dan wel echt goed zet. Ik ben trouwens geen make-up artist, specialist, whatever. Ik heb een beetje door de jaren heen getest en gedaan wat bij mij werkt. Dus dat is dit. Zo. En dan heb ik nog een hele grote Real Techniques kwast en daarmee zet ik de rest. Zo. Dan is het tijd voor de bronzer en of eigenlijk contour. En daarvoor gebruik ik deze John van G contour palet of bronzing palet. Eigenlijk is het een soort bronzer. Ik gebruik alleen de bovenste kleur niet, want die is heel erg donker en heeft glitters. Dus ik gebruik eigenlijk deze drie zo door elkaar en dan contour ik het. Ik heb trouwens daarvoor een kwast van Primark. Echt geen idee, die heb ik ooit gekocht en die vind ik heel erg chill, want hij is een beetje plat zoals je kan zien. Nou, en dat doe ik dus op mijn contour hier zo. Net onder je wang. En dan, ja, je weet wel waarom je dat doet. Ik creëer een mooie diepte in je gezicht. En ik veeg niet. Ik maak een soort van draaibewegingen. En dat maak ik dus op die plek. En dan doe ik ook iets omhoog. Dan blend ik zeg maar een soort van omhoog uit. Geen idee, maar dat vind ik zelf wel mooi. Ik vind dat ook echt je gezicht afmaken of zo. Dus ja, dit kan echt niet ontbreken in mijn dagelijkse stash of een routine stash. En dit doe ik ook op mijn voorhoofd. Kijk, dik vlek, maar dat kun je zo weer uitblenden. Vergeet zeker niet hier zo je haarlijn mee te nemen, want anders heb je echt zo'n bruin-wit haar. Dat is een beetje raar. Zo, dan zit de contour erop en dit blend ik nog altijd uit met mijn poederkwast van Real Techniques. Om die harde strepen te vervagen, vooral op mijn voorhoofd. Kijk, en dan wordt het allemaal net iets zachter. Dan is het tijd voor de blush en daarvoor gebruik ik deze Rose Gold Sleek blush. Die vind ik zelf wel heel erg mooi. Oh god, doe ik het weer. Echt, dit doe ik altijd met filmen. Steek ik mijn vinger er zo in. Deze, kijk nou hoe mooi. Ja, en die ja, blush vind ik zelf niet heel mooi, dus ik doe altijd echt een klein beetje deppen zo. Zo. En daarvoor gebruik ik trouwens ook deze Real Techniques kwast. Een blush kwast, denk ik. Poeder kwast. I don't know. Dan is het tijd voor de highlighter. En voor de highlighter wissel ik tussen drie highlighters elke dag af. Of ik gebruik deze Glam Glow Highlighting Palette. Want die vind ik echt heel erg mooi. En dan voornamelijk deze met deze. Of ik gebruik mijn MAC Soft & Gentle. Of ik gebruik mijn Dior. Ja, en vandaag ga ik wel gewoon voor Dior, want die vind ik wel lekker mooi subtiel. Ja, de 01, gewoon die klassieker, die vind ik het allermooist. Kijk dan hoe mooi deze highlighter is. En daarvoor gebruik ik deze kwast van Boosie Shop. Volgens mij is dat een highlighting kwast, maar die vind ik zelf wel chill hiervoor. En daarmee doe ik dus gewoon hier zo mijn wang en op het puntje van mijn neus. En op mijn wenkbrauwbot. Dat vind ik wel, ja... Dat vind ik leuk. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Een subtiele glow geven. Het is niet een dikke vlek van een highlight. En dat vind ik van iets dure merken, iets luxere merken. Vind ik het mooist daarvoor. Want met die goedkopere merken. Ik heb bijvoorbeeld ook die van Catrice en zo. Maar ja, die glittert gewoon heel heftig. En dit heeft zo'n subtiele glans dat ik dat gewoon heel erg pretty vind. Dan zet ik het allemaal met deze Glam Glow Fixing Spray. Lekker veel. Mengt het allemaal lekker door elkaar. En deze ruikt ook echt top. Gelukkig heb ik nog een backup, want hij is bijna op. Nou, dan pak ik weer mijn spons. En daarmee dep ik even mijn wenkbrauwen een soort van droog. Want dan is het tijd voor de wenkbrauwen. Zoals je kan zien heb ik niet veel wenkbrauwen. Ik heb ze wel. De vorm is er. Maar het is gewoon heel weinig haar. Vind ik heel erg jammer. Ik heb het liefst zo'n dikke bos aan wenkbrauwen. Echt heerlijk. Maar goed, is niet anders. Dus ik gebruik om het in te vullen dit Catrice doosje die eigenlijk iedereen heeft. De hele opdruk ervan is er al af. Ja, en dan gebruik ik altijd de donkere kleur zoals je kan zien. En gewoon het penseeltje wat hierin zit. Vroeger gebruikte ik altijd een ander groter penseeltje. Wat langer penseeltje. Ik heb geen overeenkomsten.
Siri, hou je mond. Maar goed, ik heb mezelf toen vroeger aangeleerd om het hiermee te doen. Vraag me niet waarom. Dus dat doe ik ook gewoon. Dat doe ik, ja, dat is nu gewoon top. Kom even iets dichterbij. Kun je het iets beter zien. Ik heb eigenlijk niet per se een bepaald iets. Ja, ik maak een soort van streepje. Kijk, ik begin met hele harde strepen. En ik doe altijd eerst de onderkant en vervolgens teken ik zo de bovenkant erbij. Op die manier. Opperste concentratie ook nu. Nou, dat ziet er zo uit. Beetje gek misschien. Maar goed, dat kleur ik dan in. En die streep boven zet ik door naar voor. Totdat je hier komt, daar weer niet te hard. En dan doe ik precies hetzelfde aan de onderkant. En dan is het een kwestie van invullen. Zo, zodra je aan bij de voorkant komt, wil je echt niet dat harde. Trouwens, die ziet er ook heel donker uit. Kijk dit verschil. Dat is echt heel erg. Maar goed, het ziet er heel donker uit. Maar ik vind dat zelf wel heel erg mooi bij mijn haar passen. Ik weet niet. Ik vind het wel mooi. Maar goed, nu heb ik dus best wel veel product nog op mijn ding. Dus ik ga altijd, ja, geen idee. Dat doe ik gewoon hier zo. Het een beetje eraf schrapen. En dan heb je er bijna niks op. En dan maak ik hier gewoon een soort streepje. Als voorkant. En dan maak ik weer die onderkant en de bovenkant. Met echt vet weinig product. En dan ga ik van onder naar boven zo het invullen. En dan heb je een wenkbrauw. Dus, ik zie het verschil. Oké, ik ga deze nu even zelf doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, ze zitten erop. En wenkbrauwen zijn geen tweelingen, maar zusjes, lieve mensen. Want ja, ze kunnen nooit perfect gelijk zijn, toch? Het is niet dat ik al een mooie, dikke wenkbrauw heb dat ik maar een beetje hoef bij te tekenen. Nee, eigenlijk moet ik het volledig zelf bijtekenen. Maar goed, ik vind het helemaal leuk. Ik kan het eigenlijk altijd door met een spoelie dan nog. Om het iets minder hard te maken, vooral aan het begin. En ja. Nou, wenkbrauwen zitten erop. Ik gebruik altijd een wenkbrauwgel van Essence. Maar die van de Hema vind ik eigenlijk nog fijner. Hij is echt heel erg goor, dus ik moet gauw weer een nieuwe kopen. En dan kam ik het eigenlijk een beetje omhoog. Zo. En dan zie je ook gewoon heel goed die haartjes. Dan lijkt het net een soort van echt. Dan zit de basis erop en dan is het alweer tijd voor de ogen. En de ene keer gebruik ik geen oogschaduw, de andere keer wel. Ik moet zeggen, de laatste tijd als ik me ga klaarmaken, doe ik het wel. Omdat ik het heel erg mooi vind. En daarvoor gebruik ik altijd verschillende paletjes. Het is nooit dat ik dezelfde paletje gebruik, maar ik doe altijd wel een soort van dezelfde stijl. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb op deze foto hier mega veel vragen gekregen hoe ik mijn make-up daar doe. Eigenlijk is dat precies deze basis. En de oogschaduw die je daar ziet, doe ik bijna elke dag eigenlijk ook. De oogschaduws die ik gebruik, de paletjes, zou ik nu wel even laten zien. Of het is deze van Revolution. Alles is er al af. Het is de Ultra Professional Eyeshadow Flawless. Hier wel zien. Nou ja, en dit zijn de kleuren die erin zitten. Echt allemaal mooie, natuurkleurige tinten. Dus deze gebruik ik eigenlijk bijna altijd. Maar deze gebruik ik laatst ook heel veel. Dat is de Chocolate Palette. Deze, de witte. En die heeft ook precies diezelfde mooie, bruinige, natuurlijke tinten. Of ik gebruik deze van de Primark, de Shadow and Shade Nude Edit. Deze. En die lijkt wel heel erg op die van MAC, moet ik zeggen. Dus die. Voor nu gebruik ik deze van Revolution, want die heb ik op die foto ook gebruikt. En eigenlijk lijken de kleuren van deze paletje heel erg op elkaar. En dat laat wel zien welke kleuren ik echt super chill vind. Ik heb hier allemaal kwasten. En het eerste waar ik mee begin is eigenlijk altijd met deze lichtbruinige, met die. Die meng ik door elkaar. En daarmee ga ik in mijn arcadeboog. Op deze manier. Om een definitie, om een mooie diepte te creëren in je oog. Deze kwast is trouwens van AliExpress. Die heb ik echt al heel erg lang. Dat is een soort van de basis. En die blend ik altijd uit met gewoon een grote blendingskwast. Met deze huidskleurige. Om het wel een beetje wat minder hard te maken. Vervolgens pak ik een iets, ja, stijver kwastje. En dan ga ik in deze, kun je ook wel zien, die is heel veel gebruikt. Deze champagneachtige donkere kleur. En die breng ik altijd hier zo aan de zijkant van mijn ooglid. En die blend ik dan mee
in mijn arcade boog. Dit blend ik weer met die huiskleurige. Dan pak ik een Real Techniques kwastje. Dit is van zo'n oogschaduwkwast. Best wel klein en dun. Hier op mijn voorhoofd kun je het al zien. En dan ga ik in nog een donkere kleur. Deze. En dit is een beetje zo'n glitterige bruin. En daarmee ga ik weer hier op deze plek om het nog wat te versterken. Donkere kleur. Je moet oogschaduw eigenlijk altijd opbouwen. Tenminste, je moet helemaal niks, maar dat doe ik. En dit is ook weer zo'n platte kwast van de Ethos. En dan ga ik in deze lichte champagne gekleurd. Die is al bijna op ook. Ik heb overal een pen geraakt, of hoe noem je dat? Ding geraakt. Nou, daarmee ga ik dus hiervoor. Ga ik vervolgens weer een beetje in het donkere om dit opnieuw te doen. En dan is het weer tijd om te blenden. En dan zit de oogschaduw er eigenlijk alweer op. Pak ik een soort poeder, een heel klein poederkwastje van de Real Techniques. En daarmee veeg ik misschien de overige fallout weg. En af en toe gebruik ik ook een dikke concealer als basis voor mijn oogschaduw. Maar nu had ik foundation, dus dan hoeft dat niet per se. En soms doe ik ook eerst mijn oogschaduw en dan de rest van de make-up. Maar dat doe ik eigenlijk alleen als ik echt heftige oogschaduw gebruik. Nou, dan is dit eigenlijk alweer de oogschaduw. Dan gaan we verder naar de wimperkruller. En dan gebruik ik eyeliner en daarvoor krijg ik heel veel vragen. Ik ga weer even wat dichterbij zitten. Ik heb geen bepaalde techniek die ik gebruik. Ik kwak het er gewoon zo op en dan met een kleine wing en dan zit het wel goed. Ik gebruik ook de kutste eyeliner die er is. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet fijn, maar goed. Het is zo oud dat je het niet eens meer ziet. Dit is volgens mij van de Essence of van Catrice en het is gewoon zo'n heen. Dus je moet hier heel secuur mee werken. Ik heb hier ook nog eentje. Zo'n stiftje van Catrice. En die vind ik eigenlijk veel fijner. Maar deze is niet zwart. Ik had hem net nieuw gekocht en hij is gewoon niet zwart. Het is gewoon niet helder genoeg. Niet diep zwart. En dat vind ik echt niet mooi. Deze is echt diep zwart. En ik wil altijd echt zo zwart mogelijk. Ja, ik doe altijd omdat het zo'n beetje zo'n oude eyeliner is. Er zitten wat klonten in. Dat veeg ik aan de rand af. En wat ik dan doe. Oké, nu moet ik wel echt full focus. Ja, ik maak gewoon een lijntje. Ik kan echt niet praten en dat tegelijk. Gewoon echt zo'n lijntje. Als ik daar kom bij de wing, doe ik... Fjoep. Hoe kut zeg je? In ieder geval zo. En dan vul ik het een beetje in. En dat is wat ik doe. Altijd als je vlekken maakt, laat het drogen en wegkammen met een spoelie. Dat heb ik ooit gezien. En dat werkt. Want dan veeg je niet je foundation weg. En dan is het gewoon weg. Oké, ik kan dus niet goed praten en dit tegelijk doen, dus je moet maar goed kijken of zo. Ik steek ook altijd mijn tong uit met focus. Nou, kijk, dit is dus het resultaat. Ik doe maar wat. Ik maak gewoon een lijntje en dat doe ik zo. Zo, en dan is dat de eyeliner. Het zit ook nooit echt helemaal recht hoor. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Wat ik dan doe is met een spoelie nog even mijn wimpers zo uitkammen. Omdat ik dat nu... Ja, daar zit nu eyeliner in en dan wordt dat hard. En dat wil ik niet. Dan krijg je klonterige wimpers. En dan is het tijd om gewoon mascara op te doen. Mascara vind ik alleen heel erg fijn met van die... kleine borstels. De rest maakt mijn wimpers echt heel lelijk. En daarvoor gebruik ik deze Catrice Glam & Doll Sculpt & Volume mascara. Ja, en dat heeft geen bepaalde techniek of zo, wat ik doe. Dat kwak ik gewoon op. En ook op mijn onderwimpers. Nou, en dat waren alweer de wimpers. Als ik dan, bijvoorbeeld als het nu nog nat is en ik ga proeven naar boven, dan kun je dat ook gewoon weer wegkammen met die spoelie. Zonder dat je alles helemaal weer verpest. En dat is eigenlijk hoe ik mijn make-up elke dag doe. Ik doe eigenlijk nooit lipstift op. Omdat ik dus droge lippen heb. Dan vind ik dat ook niet zo mooi. En ja, ik weet niet. Ook niet fijn. Dus ik heb altijd gewoon lippenbalsem op. Of een gloss. Maar dat is eigenlijk alles. Dus dit is hoe mijn dagelijkse make-up eruit ziet. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!
Bye.